Ah. Welkom bij de piepshow. Ja, nee, we nee, lachen even hoor. Een Het is nieuwe dit, piepershow. Een nieuwe piepshow. Het is maar de ja, tweede keer. we bakken ze weer bruin. Ja, we bakken <laughs> ze weer bruin. Uh, dit is deel 2 van de FTC Hearing een spektakel. Als je tenminste een beetje van juridische... Mensen, uh, die zijn schrijven, schrijven. Even, even kort samengevat. FTC-hearing. Uh, okay. uh, FTC, dit is de, de, de waakhond voor de, de consumenten. Federal Trade Commission. De Xbox wil Activision Blizzard kopen. Sony zegt, nee, dat is slecht voor de industrie. Ja. Dan uh, mm -hmm. wordt er een zaak ingediend. Federal Trade Commission. Daar uh, zitten rechters en mensen met verstand... en die gaan kijken, is dit wel of goed... Uh, nieuws voor de consument, deze overname? Ja. Nou, en dat is nu dus aan de gang. Dat is nu aan de gang, want de FTC wil uitstellen... En uh, Microsoft wilde het niet, want het uitstel betekent dat dan het contract wat je dan altijd afsluit van de verkoop moet binnen een x aantal maanden moet die rond zijn uh, en dan moeten we helemaal overnieuw bla die, bla. Die, bla. Ja. Um, daar zijn hearings uh, gehouden en dat is niks anders dan dat uh, de advocaten van de FTC en de advocaten van Microsoft die uh, gaan allemaal getuigen oproepen. Dus bijvoorbeeld uh, mensen van Microsoft, Phil Spencer, uh, Satya Nadella, uh, mensen van Nvidia, van Google, van Weder en die gaan allemaal. Mag gaan. Ah, wat vind je van de zaak? Dit en dat. Ze ja. proberen natuurlijk een beetje hun verhaaltje goed te krijgen. Nou, in deel 1 hadden we alle Xbox mensen wel gehad. En uh, dat liet een bepaalde kant van het licht uh, van, van de zaak zien. En uh, in deel 2, want dat begon pas nadat we dat opgenomen, uh, willen we het vooral hebben over Jim Ryan. Want hij kwam ook aan het woord, Sony natuurlijk. En hij deed dat via een video deposition. Uh, hij was er niet zelf. Phil Spencer was er alle dagen met hm. een stel, steeds dezelfde zwarte stropdas. Uh, hij had maar één stropdas, zei hij. Die ja. heeft hij alle dagen op gehad. Nou, dat klinkt heel erg Klunzig of stom uh, dat hij er niet was. Want in principe zijn kantoor zit een half uur uh, er vandaan. Maar hij was in Japan bij Konami of bij uh, Kojima. Ja. Dus ja, dat was hij niet. Um, hij heeft op video. Heeft hij, uh, werd hij eerst verhoord door de FTC en daarna door, um, door Microsoft. Hij heeft een aantal dingen gezegd. En dat ga ik even met jullie doornemen. Um, het eerste um, en eigenlijk zijn totaal verhaal is. Uh, en ik, ik citeer even: Ryan believes Microsoft would use. Call of Duty, somehow to damage Sony. If not complete foreclosure. Dus feitelijk helemaal buiten sluiten van Sony. Sony krijgt gewoon geen Call of Duty meer. Dan uh, partial foreclosure. En dat is bijvoorbeeld um, exclusieve content. Eerder komt de game uit op de Xbox of Game Pass. Want dat is voor hem ook partial foreclosure. En. Mm -hmm. Daarom vindt hij, daar is de gamer niet gebaat bij. Dat is slecht voor de gamer, dat is slecht voor de consument. En um, ja, dat mag niet doorgaan. Hij zei: uh, Tot januari 2022 um, stond hij er niet eens zo heel negatief. Tegenover. Sterker nog, er is een e-mail naar boven gedoken. waarin hij eigenlijk zegt: van ja, we boeien allemaal. We hebben zelf hele vette dingen in de pipeline. Dat gaat allemaal goed komen. Uh, maar hij zegt: uh, toen is er een, uh, er is een eerste e-mail gegaan, uh, uitgekomen van uh, Phil Spencer. Dat vond ik niet echt een hele goede deal die hij mij aanbood. Dus ik heb aan hem een wederdeal gesloten. Een, 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 een antwoord gegeven. En die, uh, ja, die gaan we gewoon eens even bekijken. Want dat is dan wel in één keer duidelijk waar hij staat. Uh, nou, ze in elkaar. Het zijn buddies. Uh, dat ja. is ook best wel logisch. Best Mr. Phil. veel. Gozer. Gozert. Uh, ze komen elkaar regelmatig op conferenties en dat soort dingen tegen. Ja. Dus dan denk ik wel een, een kopje koffie. Uh, Phil, thank you voor je e-mail. Uh, nou ja, we agree that ensuring Activision Blizzard games are available on PlayStation is the right thing to do for gamers and the industry. Nou, dus dat Phil had gezegd van natuurlijk ah, man, play, Call of Duty is zo belangrijk dat moeten alle gamers hebben. Maar, en dan had hij waarschijnlijk een voorstel gedaan. Mm -hmm. Maar hij zegt, en dan gaan we naar de tweede linie. We believe there are two fundamental principles that Are critical to mitigating the potential negative impact to gamers from the Activision acquisition. Hij zegt van we moeten toch even een paar dingen kortsluiten. Want dit, dit is niet goed voor de gamers. Uh, eerder. Um, even kijken. Hij zegt uh, to do the right thing for gamers. It's not enough to represent that particular selection of all the titles will remain on the PlayStation. Dus uh, Blackbar. Our Call of Duties die mogen gewoon op de PlayStation blijven. Hij zegt: "Rather is essential to agree that all, acti all Activision titles, allemaal, allemaal, uh, will uh, be made available on PlayStation, irrespective of their original release dates or whether they can be classified as part of a particular franchise, just as they have been historically. And this commitment needs to be a lengthy one, not just a few years." Uh, Um, after the Inquisition had hij nog een tweede eis. The second principle is that, in addition to addressing the scope of the content available on PlayStation, the parts agreement must address the manner in which games will be made available. If Activisions are made available only on the terms that are disadvantaged for PlayStation, lees Game Pass. Um, in comparison with other platforms, this could be tantamount, mooi woord, to not making them available on PlayStation at all. Dus eigenlijk heeft. Phil, wel een aantal noten op zijn zang. Uh, hij zegt gewoon van: Ik wil alle games van Activision die gaan uitkomen. En volgens mij. Jim, zegt dat. Jim, ja. Uh, bedoelt Jim hij ook, Ryan. Uh, uh, bedoelt hij ook... Uh, uh, hoe heet het nou? Ja, uh, Blizzard? Helemaal, helemaal ondersteboven geschoven. Helemaal omgeschoven. ja. Uh, die moeten allemaal gewoon uitkomen zoals dat nu ook ja. al gaat. En het moet ook nog eens een keer op exact dezelfde manier, zelfde inhoud en dezelfde prijs op de Xbox komen als de PlayStation. Maar ik ben benieuwd, hè. Ja. Als je dit zo leest. Ja. Dan uh, Jim Ryan, die komt met al zijn eisen aanzetten over wat Xbox allemaal wel en niet moet doen... Hm. En mag doen en weet ik wat. Wat voor, soort, wat voor argumenten? Wat voor, met wat voor wisselgeld komt hij aan? Nee, wat hij, is zijn inbreng? Uh, uh, wat eind... gaat hij nou allemaal doen? Nou, dan zegt hij van... En als dat zo is, dan zeg ik ja tegen de deal. Dan, maar dat, dan heb je mijn zegen. Ja, dat is het interessante uh, aan dit hele geval... Hoe kan het dat Microsoft, en even in de midden gelaten mm -hmm. of het goed is voor de gamer of de industrie, of Microsoft wel of niet Activision Blizzard koopt? Ik denk ja. namelijk dat dat niet per se goed is voor mm -hmm. de gamer. Ben ik met je eens? Uh, maar goed, dat is, dat is een ander verhaal. Nu zien we gewoon de situatie: Microsoft koopt Activision Blizzard. Ja. Sony koopt niets. Sony heeft de mogelijkheid gehad om mee te bieden. Om uh, weet ik wat, een hoger botten uit te brengen. Uh, hebben ze allemaal niet gedaan. Maar ze komen nu met een eisenpakket. wat er in feite op neerkomt. dat ze dezelfde voordelen hebben. als hadden ze Activision <laughs> Blizzard zelf gekocht. Ja. zonder een cent aan uit te geven. Ja. En dan heb ik zoiets van. Waarom, waarom werkt het systeem zo? Het ja. is te kankzinnig van woorden dat Jim Ryan eigenlijk zegt: van, Als je niet akkoord gaat met mijn kankzinnige voorwaarden, dan ga ik gewoon dit hele aankoopproces zo dusdanig frustreren. Ja. Dan ga ik de FTC erbij halen en dan ga ik mijn moeder erbij halen. En mijn, en mijn opa, die ga ik bellen en die ga ik ook bijhalen. En mijn <laughs> grote broer, En die heeft nog twee vrienden die gaan ook langskomen. En ja. Weet je, het is gewoon: Het, ga, het gaat het is zo kinderachtig. Het gaat helemaal nergens over. Nou ja, het, het, het is natuurlijk raar dat. Op het moment dat uh, Activision is niet van hem op dit moment is Activision van Activision en Activision gaat mogelijk eigendom worden van Microsoft ja. dan is het gewoon hun toko dan mogen ze er alles mee doen en laten wat veel. sterker nog ze mogen zeggen van hey stekker eruit we doen er helemaal niks mee het is hun nou. recht weet je 69 miljard maakt ons helemaal geen reet uit dat het weg is we doen er gewoon niks mee dat mag het is natuurlijk weird en uh, waarom en hij zegt van ik doe dit voor de gamers. Het is niet goed voor de gamers. En dan denk ik van, nee, nee het is gelul. Ja, het is maar dat, gelul. Is het het is dat maakt het zwak. Het is gewoon Microsoft die gaat trouwen met Activision Blizzard. Ze zijn verliefd op elkaar geworden. Ze gaan met ja. elkaar trouwen. En Sony die staat naar te kijken en die zegt van luister eventjes voordat ik mijn akkoord geef dat jullie gaan trouwen wil ik wel zeker weten dat ik er ook nog elke keer overheen ga. Ja, mag, en als ik wil er wel bij gaat. liggen inderdaad, en ik ja. wil ernaast liggen en uh, ik wil wel dat ze dit en dat en dat nog doet. En, Want in het, in het verleden <laughs> is ook met mij gegaan. Dus ja, ik, dat is niet. Het is niet dat jij nu met de gaat. Het is maar. <laughs> het is volledig dysfunctioneel dit. Het ja. is krankzinnig. En dan ik, ik begrijp ook niet dat het dat de krankzinnigheid hiervan niet bij een bredere groep gamers doordringt. Nou ja, dat is het grappige. Hè? Want mensen zeggen dan van... ja, maar zij kopen Bungie. Uh, van, ze hebben dan Bungie ook gekocht. Ja, maar dat is een multiplatform game. Dat, dat snap ik. Dat is Call of Duty ook. En Microsoft zegt ook van... die game is gewoon multiplatform uh, te verkrijgen. Waarom? Dat weten we nu ook. Waarom heeft Microsoft Bethesda gekocht? Omdat PlayStation... Een exclusieve deal met Starfield daarmee bezig was. En Microsoft had zoiets van fucking help, dat gaat niet nog een keer gebeuren. Want ja. uh, uh, Deadloop waren we al kwijt. En Ghost, uh, wat uh, doet niet toe? Uh, iets met Tokio. Ghostwire Tokio waren we hmm. ook kwijt. Um, en ik ben het helemaal eens dat het is een hele lompe manier van zaken doen. Ik ik, ik, ik hou ja, ook meer van creatief. Manier. Het is nee, helemaal nee, nee, dat, dat wat Microsoft gewoon zegt: "Oké, okay, dat betaal ik, dan koop ik gewoon die token." Kijk, dat is een lompe manier van zaken doen. Als ja. je het creatief niet wint en zij winnen het niet creatief van Sony en van Nintendo, maar je hebt wel een enorme zak geld. dan kun je dus ook content kopen. Dat is wat ze nu doen. Dat is kut voor PlayStation. Maar het is wel wat business is. En sterker nog, PlayStation doet het exact hetzelfde. Alleen zij kunnen niet Bethesda kopen. Dus sluiten ze steeds per game een deal. Ja. Bewust om hem bij Xbox weg te houden. Dat is ook duidelijk. Dus het is een beetje flauw dat hij. Hij doet het zelf wel op een ander niveau, wat kleiner. Maar als Microsoft in één keer groot gaat, zegt hij... ja, maar dat mag niet, dat is niet goed voor gamers. Dat is een beetje raar. Denk je dat er nog iets anders uh, meespeelt? Bijvoorbeeld het verhaal, dat hebben we wel eens eerder uh, besproken... dat Sony een hele grote klant is van Microsoft. Omdat het hele PlayStation Plus uh, dienst eigenlijk mm -hmm. draait op Microsoft Azure. En dat uh, er dus waarschijnlijk honderden miljoenen van PlayStation naar Microsoft gaan. Ja. En PlayStation zoiets heeft van... luister, ik ga alleen akkoord met die deal... Uh, wat ze zeggen, het is goed voor de gamers. Maar dit is, het gaat natuurlijk alleen maar om de portemonnee. Ja. En dat ze gewoon zeggen van, luister, wij gaan bij jullie weg als cloud uh, provider. Als jullie niet uh, uh, meedoen met, uh, met mijn voorwaarden. Ik weet niet of dat het is. Ik denk wel dat Jim Ryan en Playstation op dit moment een enorm gevaarlijk en hoog spel spelen. En dat is ook, uh, ik kan het niet hard maken, het is een beetje een uh, speculaas. Maar we houden nou helemaal van speculaas, is dat... Hij heeft in eerste instantie was hij vrij neutraal over die deal. En op een gegeven moment is die geskipt naar Anti. En men zegt nu, dat kwam omdat hij doorkreeg, omdat hij vriendjes heeft, bedoel met de CMA en FTC, dat hij de deal wilde blokkeren. En dacht hij van oh fuck, als zij het willen blokkeren, dan ga ik all in. Ja. Dan ga ik het steunen. En hij had ook gehoopt. Verwacht weet ik niet, maar gehoopt dat de industrie. Want hij probeert zich een beetje als de hoeder van de gamer op te roepen. Ik kom bij komen op voor de gamers, het is niet goed voor de gamers. Het is feitelijk wel goed voor de gamers. Want als het op Game Pass komt, is het goedkoper. Dus ja. dat is consumentenvriendelijk. Dat is gewoon geen argument. En de industrie heeft hem niet ondersteund. Dat zie je ook tijdens dit hele proces. Er zijn gewoon geen partijen, zeker niet uit de publisherwereld... die zeggen van, hey, PlayStation, je hebt helemaal gelijk. Iedereen zegt van, ja, Microsoft moet doen en laten wat we willen. Snap ik ook wel, want die gaan natuurlijk niet... Uh, die willen al beide paarden blijven wedden. Dus je gaat mm -hmm. ook Microsoft niet scho schofferen. Google, Amazon ook niet echt, misschien op cloud... Sony staat hier alleen in. Ja. En uh, nou, we zien nu even in beeld... de antwoord van Phil aan Ryan. Hey, gozer. Uh, thank you for your response. Blah, blah, blah. En eigenlijk is alleen maar deze... onderste zin is belangrijk. It is hard to align the principles set out in your email... of May 26, 2022... with Sony's leading role in the market. Hij zegt ja. van... Jullie zijn, staan mijlver fucking kut. Ja, je moet zijn... gewoon niet zo kut doen tegen nee, ons. Nee, precies. Ah. Jullie zijn vele malen groot. En nu ga je. Nou, willen wij groter worden op een of andere manier? Dan ga je dan zeggen dat dat niet mag. Weet je? Ja. dat is niet want, hoe het want, werkt. Want, want uh, natuurlijk, Jim Ryan die zegt: van We willen gewoon exact hetzelfde aanbod hebben op PlayStation als op Xbox. Ja. En dat betekent dat ze gewoon automatisch. Wat is het? Ze, zijn, uh, ze hebben waarschijnlijk. Uh, weet ik veel, uh, 60, 70 procent van de markt. Dat betekent dat ze 60, 70 van de Call of Duty markt ook hebben. Dat betekent uh -huh. dat Xbox Automatisch klein, stel ze eigenaar zijn, <laughs> dat is gewoon een beetje uh, krom. Ik moet er ook bij zeggen: ik vind het um, de arrogantie die Sony uh, tijdens deze hele zaak uh, ja. Tentoonspreid vind ik pijnlijk. Ja. Ik ken het van Sony. Het is niet nieuw. Nee. Het is op een gegeven moment. Het is er eerder geweest bij de launch van de PlayStation 3. Bijvoorbeeld. Het is ook een beetje hun kracht geweest. Van, van het soms doel, ja, maar het mag. Je mag dat best wel arrogant denk, ja. zelf zelfverzekerd zijn op het moment dat je gewoon veel content, vette shit maakt. Exact. Op dit ogenblik doen ze dat. niet. Nee, dan gaat het tegen Al Hun vette franchises hebben ze eigenlijk teruggebracht. Ze doen alleen maar de Last of Was en uh, 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 Horizon. En ik heb gewoon zoiets van ja, die die... Die Playstation stelt teleur op heel veel vlakken, maar ze zijn wel al hun tijd en geld zijn ze aan het steken in deze krankzinnige rechtszaak, ja. waarbij ze de meest belachelijke uh, uh, onzin aan het, aan het rondspuwen zijn. Mm -hmm. Maar maak gewoon fucking goede games, weet je. Als je bang bent van Microsoft, maak betere games. Ja. Als Call of Duty een probleem is, bouw dan zelf een fucking Call of Duty. En we weten gewoon het antwoord op die vraag. Ze kunnen het niet. Nou ja, dat is wel goed dat je dat zegt. Mooi bruggetje, want uh, dat is het leuke van deze zaak, is dat er natuurlijk ook allerlei interne mail ik bedoel, uh, uh, advocaten kunnen inzicht vragen in correspondentie. Nou, dan moet de, de, de rechter moet dan uiteindelijk bepalen of dat wel of niet meegenomen of, of geredacteerd uh, kan worden. Nou, Daar gaan we het zo nog even over hebben. Dus die mails van hun die moeten ook naar buiten. En, en dan krijg je een beetje, on, misschien ook jongens onder elkaar, een beetje dat blufferige, dat uh, er een interne mail is van Jim Ryan die dan zegt van, als iemand vraagt van, oh weet je wel, als Call of Duty, weet je wel, dat is toch wel een dingetje. En dan zegt hij van uh, uh, Bungie uh, will give Sony more than the uh, 96 billion billion dollars acquisition of uh, uh, Activision Blizzard uh, because of Bungie's specific skills. Dus hij zegt zelf al aan, waar well, ik ben er niet bang voor, want Bungie is helemaal beter. Heb je toch het antwoord van, maak dan zelf. Ik snap ook dat dat vijf jaar duurt, maar dat maakt zijn zaken niet sterker op. Waar draait het nu uiteindelijk om? Waarom probeert hij dit te traineren? En dat is op een hele rare manier ook duidelijk geworden. En dan hebben we het even over Sharpie Gate. Noemen ze dat inmiddels. Mm -hmm. um, Sharpie is een uh, filtstift of ja, zoiets. Ik, zo ik, ik zit even te kijken of ik het nog ergens kan vinden hoor. Uh, in alle dingen die ik open heb uh, staan. Oh, uh, nou, dit is Sharpie Gate. Er worden dus documenten vrijgegeven. Uh, althans, die worden opgevraagd. Dus ze moeten, eigenlijk moeten bij alle partijen moeten al hun documenten aanleveren. Als je dat niet doet, of als ze achteraf erachter achter, achter komen dat je het document hebt achtergehouden, ben je strafbaar. Kun je uh, dikke gevangenisstrafboete, weet ik veel wat, aan, aan, je, aan je kont krijgen. Dus over het algemeen moet dat. Partijen hebben wel recht om dan bij een rechter aan te geven van, ah ja, weet je wel, ik, ik wil niet dat deze getallen of uitspraken bekend worden gemaakt. Dat zijn deals en uh, dat schaadt mijn bedrijf. En zo'n rechter gaat er dan in mee of gaat er niet in mee. Nou, hmm. Wat hier gebeurt is, is uh, wat je dan doet, is dan streep je het altijd zwart. Weet je wel? En um, dat moet je goed doen. Want uh, blijkbaar hebben ze dat hier met een te dunne filstift gedaan. Ja, je moet het lakken, zodat je niet doorheen kan nee. fotograferen. Dat is wat nu wel gebeurt. Wat nu gebeurd is. Daardoor ja. we dus opeens uh, konden zien, inmiddels is het offline gehaald en opnieuw uh, zwart gemaakt. En nu zie je het niet meer. Maar je weet het, internet, als het er eenmaal op staat, gaat het er nooit meer af. Uh, we weten nu be, hoe duur Sony games zijn. Horizon Forbidden Binnenwest, 220 miljoen dollar uh, gemaakt door 300 man personeel vijf in vijf jaar tijd. Nou, dan is het nog een beetje onduidelijk, zit daar nou wel of niet marketinggeld in? Want men zegt altijd van het budget, wat je maakt, wat je gebruikt om een game te maken, dat moet je altijd verdubbelen, want dat is ongeveer de marketingkosten die erbij komt. Uh, ze geven nu ook aan dat het ongeveer tussen de 5, 6, 700 miljoen uh, aan opbrengsten heeft ge uh, gebracht. En dat betekent dus dat ze twee, driehonderd miljoen dollar... Ja. winst zouden hebben gemaakt. Nou, The Last of Us... ongeveer hetzelfde. Um, en dan is er ook naar buiten gekomen dat... en dat is dan wel... Uh, dat ge dan in één keer snap je het een beetje... Um, dat in Amerika... Uh, Call of Duty voor de PlayStation... goed was voor 800 miljoen omzet. Um, en dat was, maar dat was in de eerste weken na release. En, en het ging niet om de microtransactie. Exact. Dus... Alleen al die 800 miljoen is dus eigenlijk al meer dan die twee games samen. Nou, er komt nog Europa bij, een beetje Azië bij. Het zijn gigantische bedragen. En... En die, die game heeft meer dan een miljard omgezet ja. waarschijnlijk in zijn, in, zijn, in zijn launchperiode. En daarnaast heb je nog de microtransacties die doorlopen gedurende, weet ik veel, uh, zolang als Warzone, zolang als uh, Call of Duty bestaat, weet ik veel. Ja. Dus dat, dat blijft maar binnen uh, binnenlopen. Dus exact. Je ziet dan gewoon en je weet als uh, er een game wordt verkocht via uh, de Sony Store, ja. dan krijgt Sony 25 dus dat uh, 50% dat tikt, van zet uh, aan, ja. 800 miljoen. Nee, er zijn dagen dat ik het niet heb. Het is oké. Okay. Nee, nee, precies. Uh, plus nog eens een keer uh, dat 1% van de Playstation bezitters. Uh, en gaan, nemen we dan even de Playstation uh, 4. Die volgens mij zo rond de 130, 140 miljoen zit. 1% heeft dat ding alleen maar voor Call of Duty. Ik kan me bijna niet voorstellen. Maar het is zo. En 7% heeft hem voor 70% van de tijd voor die game. Dat is ongeveer ja. 8%. 9% weet je al. Nou, laat het eventjes grof nemen. Dat is 14 miljoen bezitters. Tussen de 12 en 40 miljoen bezitters van je, van je console speelt, heeft hem alleen voor Call of Duty. Stel dat dat weggaat of dat het vele malen goedkoper is bij Xbox. Dat is heel veel. En daar, als je dat afzet tegen het feit dat die first-party titels worden alleen maar duurder mm -hmm. Moeilijker om te maken. Je kan er nog maar 2 per jaar uitknallen. Dat is dan. 600 miljoen winst. Uh, dan moet het hele bedrijf van gesoupeerd worden. Al dat soort dingen. Ja. Daar zit het probleem. Ook nog eens een keer. En hij wilde het eigenlijk niet toegeven. Maar 15% van de inkomsten komt uit first party. 15% van de inkomsten. Ja. Sorry, maar als die 85% wegvalt. Dat doet het natuurlijk niet. Maar stel dat dat gebeurt. Dan is PlayStation klaar. En dat is het, natuurlijk... zou in het. Kijk, wat zij gewoon zien is Microsoft die gewoon op een op, een, op, een, op koopjesjacht is. Ja. Die begint gewoon studio's te kopen. Nou ja, het... En als zij 85% van de omzet uit Third Party halen en Sony of Microsoft koopt straks al die partijen. Ja, um, ja dan is het in principe gewoon klaar met uh, PlayStation. Dus dat, um, uh, dat is natuurlijk een, een eng vooruitzicht. Dat snap ik al. Ja, ik zit even te kijken. Dan ben ik eigenlijk vergeten hoor. Want het is natuurlijk ook. Uh... Even kijken hoor. Nou, de, nou goed, ik heb dat plaatje even niet voor me, sorry. Um, want ook van Microsoft lekte bijvoorbeeld dingen. En van Microsoft lekte een, uh, een document. Inmiddels is dat ook helemaal zwart gekapt. Het is nu helemaal zwart. Maar daar stonden gewoon honderd studio's, uitgevers bij. Waar ze naar gekeken hebben om te kopen. Oh, ja? Echt alles stond daarbij. Weet je wel, okay. Square Enix schijnt dat ze daar misschien bijna een deal mee hadden om alleen mobile te gaan doen met hun. Sterker nog, veel Spector. Uh, die heeft, dat komt dan ook allemaal uit onderzoek, heeft in 2019. Even kijken of ik dat ergens. Dat, dat dingetje heb. Um, nee, ik kan het nu even niet vinden hoor. Oh ja, hier Phil Spector. Hier Phil Spector heeft in 2019 eraan gedacht. om... Spencer uh, Phil het. Spencer, sorry ja. Phil Spencer heeft eraan gedacht. om uh, in uh, 2019 te stoppen met Xbox. En helemaal op mobile gaming te gaan uh, focussen. Bizar. Dat is bizar. Aan de andere kant, het is nu ook wel duidelijk dat. Het is niet Call of Duty per definitie, het is ook King. Het is gewoon. Microsoft wil gewoon die 2 miljard casual gamers te pakken nemen. En Call of Duty online. Op de mobile kan er een groot doel uh, kan, er, kan er goed aan, aan, aan meewerken. Uh, Diablo zou dat kunnen. World of Warcraft, maar ook Candy Crush. Dat is hun bigger picture. Dat is een heel ander model dan PlayStation, die vast moet houden aan het feit dat je 70 dollar betaalt voor een game op een gesloten systeem. Ja. Die bedreiging ziet. Ryan in één keer kaart op ze afkomen. Die ziet Nintendo ook. Maar Nintendo denkt: ja, ja het is kut, maar de mensen kopen mijn games. 90% van de mensen die een Switch koopt, die koopt die Switch voor die Nintendo games. Ik heb geen enkel probleem, want uh, slechts 15% van mijn inkomsten kan maar uit third party. Dus ik ga gewoon lekker mijn eigen weg. Ik kom straks met de Switch 2, bladibla. PlayStation precies omgekeerd. Die ziet er in één keer als die third party titels allemaal wegvallen en we hebben die exclusiefjes niet meer. Waarom zou je dan nog een PlayStation kopen? Ja. Voor die twee games per jaar. Maar die, ik vind, Wat ja. ik zo raar vind als je als ondernemer ziet dat daar een probleem zit, waarom focus je dan niet op het oplossen van het probleem? Zeker? En in plaats daarvan zijn ze proberen, de, proberen ze de markt klem te zetten. Ja. En dat gaat toch niet werken. En dat, um, uh, dat is het treurige eraan. Van iedereen kan zien. Dat de oplossing is dat zij meer hoogwaardige first party content gaan maken. Ja. En wat doen ze? Ze zijn aan het bezuinigen op hoogwaardige first party content. Dus er wordt minder gemaakt. En het gaat niet meer zo snel. Hè? Dat hebben ze ook toegegeven. Het, is nu, het was eerst drie tot vier jaar. Het is nu vijf tot zes jaar. Voor ja, dat nee, een game tapen. snap ik ook. Maar goed, dan, dan heb je dus meer nodig. Je hebt een en Dat, do dat doen ze niet. Ja. Nou, nee, dat is een probleem. Nou goed, um, het werd een beetje gesteggeld. Dus die FTC uh, uh, advocaat, die, ja, die, die was vrij mild voor uh, Ryan. Logisch, want hij ondersteunt hun verhaal. Hmm. Die van Microsoft was wat meer aan het steken en het werd op een gegeven moment wel een beetje grappig, want die rechter ja die liet niet echt de voorkeur zien, maar ook soms ook wel een beetje wel. Ik bedoel, de FTC zei, we have concern that Xbox may delay or withhold some COD features. Uh, judge, uh, like PlayStation does with Activision. Nou, Oké, okay, touché, want PlayStation doet dat al jaren. Hmm. Judge uh, vraagt, van, why does Jim Ryan not care about Xbox making Starfield exclusive? Want hij heeft gezegd van, ja, ik vind het niet leuk, maar ik maak mij in principe eigenlijk niet zoveel uit. Uh, FTC can't answer. En de judge zegt: It's because they do the same thing. En FTC zegt: Yes, they do. De hele tijd flauw. Vervolgens zegt Jim Ryan. Uh, ...launching ABK games... ...Activision Blizzard King games... ...on Xbox Game Pass... ...even if they are multi-platform... ...is partial exclusi exclusivity. Oftewel, uh, dat maakt die game deels exclusief. Um, maar, uh, hoe kom je erbij? Bizar. Ja, bizar, nee, bizar goed, when, when asked if he would make Activision games... ...exclusive to PlayStation... ...als hij dan de baas was van... ...als hij dat zou kopen, zegt hij... ...that's a hypothetical question. I choose not to answer that. En dan vraagt ze het nog een keer... ...en dan zegt hij van... ...ja, ik kan het gewoon echt niet beantwoorden. Wat natuurlijk bullshit is... Ja. Want hij zou het, als hij dat geld had, hij heeft dat niet, dan dat is ook een lijn geweest. En er is niks mis, maar het is een ja, vorm ik van Ik snap wel dat hij, hij werkt niet voor Microsoft. De Microsoft perspectief is gewoon anders. Ja. En uh, de, kijk, de grote vraag is natuurlijk van hoe gaat uh, Game Pass renderen? Nu is uh, Game Pass uh, tussen de 10 en 15 dollar in de maand. Ja. Zometeen gaat dat gewoon. En dat belooft. Maar het is omhoog de, gegaan, hè? Dat is, uh, een week 17,99 of zo? Nee, nee het, is, het is van 12 naar 14,99 okay. voor Ultimate en 1 dollar duurde. Dat doen ze overigens, omdat nu al besloten is... als de deal doorgaat, heeft Microsoft gezegd... of dan mogen ze niet meteen de prijs verhogen. Dus dat hebben ze slim voor gedaan. Ja, oké. Okay, nou goed, duidelijk. Maar... Anyways, uh, Game Pass gaat uiteindelijk naar 50, 60 dollar in de maand toe. Ja. dat is hoe duur het gaat zijn op het moment dat zij alleen heerser zijn in het gebied. Uh, dat is waar ze op inzetten. Neemt niet weg dat um, uh, dat dat. Ja, Sony kan ook zoiets opzetten. Ik, wat ik zo fascinerend vind, is dat Sony zegt: wij kunnen dit niet. Dat is eigenlijk wat ze met die hele rechtszaak zeggen. Van, weet je, Microsoft mm -hmm. is dit aan het doen, die ze dit aan het kopen, En die kunnen game passen. Wij kunnen dat allemaal niet. Sinds wanneer is PlayStation zo'n slachtoffer geworden? Weet je, ja. ze zijn de allergrootste <laughs> platformhouder. Uh, weet je, ze hadden al die franchises die ze vervolgens in de fik steken. Ja. Je, de enige waar ze een slachtoffer van zijn, is van zichzelf. Zou het zo zijn? Want ze zijn onlangs wel als eerste begonnen. Met het streamen van jouw game als je die bezit van je, uh, van je PlayStation 5 naar any device in je huis, ja. dat zij weten, het, het, gaat, het gaat gebeuren, maar het duurt gewoon nog een paar jaar. Dus we moeten gewoon de boel. Dat weet ik niet. Ik vind het nou. heel lastig. Ik bedoel, dat, dat vind ik nou echt iets van Microsoft om daarin voorop te lopen. Maar ja. Ja, weet je, bij Sony zie je niet, niet veel visie als het gaat om nee. online of om de cloud of livestreaming. Nou ja, goed dat je dat zegt, want uh, dit is ook een hele harde uitspraak. Uh, en ik, ik citeer even: Ryan said he talked to all the publishers. All, hè? Allemaal, allemaal heeft hij gesproken. En uh, you... nou, un de unaniem, ja, inderdaad, moeilijk woord in het Engels: uh, Do not like Game Pass because it's value destructive. Voor wie is het value-destructive? Ja, het is voor Jim Ryan fucking value-destructive. Want hij gaat van 70 naar 10 dollar. Maar voor een gamer, en daar gaat het om, het gaat om consumenten, is dat helemaal niet value-destructive. Nou, dat nee, is. Je... En bovendien ook, het is value-destructive in de zin van als jij voor een tientje in een maand een game speelt waar je anders 70 dollar voor zou betalen. Ja. Dat is wat hij bedoelt met value-destructive. Ja, um, maar om heel eerlijk te zijn, we weten niet of dat altijd zo blijft. En, ook uh, nog eens een keer. De, 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 ik bedoel, dat kan zomaar veranderen. En daarnaast, je weet ook niet wat Microsoft betaalt aan al die uitgevers. Ook nog eens een keer. En je kunt je game volduwen met Microsoft in een andere manier van geld te verdienen. Ja. Dus uh, en, en wat je dan meteen krijgt is dat allerlei uh, uitgevers en studios iets hebben van, Hé, hey, wacht even. Uh, hello gamers, uh, we just like to mention for no particular reason uh, that Bohemia Interactive likes Game Pass quite a lot. Dat um, is dus eentje van Bohemia Interactive. En dan heb ik er hier ook nog eentje. Van uh, Sega, Football Manager, The Boss Disputes, PlayStation Value Destructive, Xbox Game Plus. I don't recognize that in our business. It's all very sunny for us. Weet je ik bedoel? Kijk, die, deze mensen halen die hele emotie weg. Voor hun, oké, okay, 70 dollar of 10 dollar. 70 dollar is meer, maar die kijken hebben ze van, oké, okay, het is een opportunity om mijn game. Op een andere manier te verkopen. En hoe kan ik er dan van die 10 dollar uiteindelijk weer 70 dollar van maken? Kijk, zo kijken ze, zij, zij erna. Uh, het kan inderdaad zijn dat Microsoft bijvoorbeeld een bepaald bedrag voor uitbetaalt. Het kan zijn dat nu in één keer vijf keer zoveel mensen deze game aan het spelen zijn, omdat die gratis is. Uh, maar dan Microsoft sections kopen daarin. Mm -hmm. Het is gewoon ondernemen. Oké, okay, dit is de nieuwe situatie. De nieuwe situatie is dat mensen niet meer 70 dollar willen betalen, maar 10 dollar willen betalen. Oké, okay, hoe ga ik mijn business veranderen om er dan weer geld uit te halen? Wat Ryan doet is vasthouden van: het was ooit zo. En het moet ook altijd zo blijven. Want als dat niet zo blijft, dan hebben wij een probleem. Maar ja, daar is de FTC dus niet voor. En. Uh, ja, goed. Dan gooit hij er ook nog even uit van. Want hij probeert ook dat Nintendo niet in die markt zit. En dan zegt ja. hij ook: van Nintendo hardware is less sophisticated. Oké, okay, dat klopt. Less expensive. Dat klopt helemaal. Consumer friendly. En for children. En dan denk ik ook: nou, dat is ook echt super aardig. Tegenover uh, een collega om te zeggen dat ja, het alleen voor kids is. En, en, en iedere. Ze hebben ook ergens anders in, in die, in die gelekte papieren gezegd. 45% van de PlayStation bezitters heeft ook een Switch. Ja, nou die trap je nu eventjes in hun ballen. door te zeggen: Het is voor kinderen. Ik weet het niet. Maar Nintendo is ook voor kinderen. Maar het is ook voor volwassenen. Ik bedoel, het is gewoon fucking. En vet het is ook nog een keer doen. fucking kwaliteit. Ja. Um, dus het, 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 ja, goed. Kijk waar het uiteindelijk op neerkomt. is dat. Jim, Jim Ryan een asshole is. Het, het is een asshole. En hij probeert gewoon. Kijk, die hele zaak stuurt hij verkeerd aan. Ik bedoel, als hij had gezegd van. Ik weet niet of Game Pass en dit soort grote titels, dat dat goed is, dat het allemaal bij Microsoft terechtkomt. Want uh, op een gegeven moment, uh, ik denk dat Game Pass niet in staat is om kwaliteit te blijven leveren, omdat de kosten gewoon te hoog zijn en dat is niet goed voor Game. Dat snap ik. Maar daar draait het in dit verhaal niet om. Het draait erom ja. dat hij een financieel probleem gaat krijgen op het moment als. Ja, um, ja hypocrite shit is ja. toch duidelijk. En dat moet voor iedereen duidelijk zijn. Uh, weet je, Sony Playstation is een, een, een absoluut een, een gamer merk. Met een boel historie. Maar de ja. mensen die het nu runnen. Ja, het ik is niet weet het sterk, het nee. Het is niet oké. Okay. Nee, het is, het is jammer, want uh, ik, ik had het voor meer ballen uh, doen getuigen... als zij uh, gewoon de strijd hadden uh, opgepakt. Van oké, okay, oké, okay, dus blijkbaar gaat dit gebeuren. Uh, ze kunnen zelf dingen kopen. Uh, ze kunnen naar hun studio's kijken. Uh, wat kunnen... Ze hebben fucking brede studio's, weet je wel. Dus ja. dat is het probleem allemaal niet. En je kunt bagatelliseren. Ik bedoel, is Call of Duty nou zo fucking belangrijk? Ik bedoel, is dat nou... Is dat nou essentieel, de keus waar het om draait? Ik weet het niet. Ik zou er ook weer niet te bang voor zijn. Maar ze maken van die mug een enorme olifant, weet je wel. Ja. En um, ja, uh, hoe je het ook wint of keert, of het nou wel of niet doorgaat... dat, dat weet je gewoon niet. Want nogmaals, dat consoleverhaal, dat is dan. Maar bij cloud zit nog wel wat twijfel. En dat snap ik ook wel, want Microsoft is daar best wel groot in. Dat zou misschien een probleem kunnen zijn... Maar ze hebben dan nog steeds, want dan moeten ze 3 miljard volgens mij betalen in Activision om die, omdat die deal afketst. Dat staat dan in het contract. Mm -hmm. Dan houden ze nog steeds 66 miljard over. Ja, dan kunnen ze gewoon allemaal exclusive deals gaan sluiten met alle... Dus hoe je het ook went of keert, PlayStation heeft daar een probleem. En dat tackle je niet met dit gedrag. Dat tackle je alleen maar door, uh, net als Nintendo, naar jezelf te gaan kijken van hoe kan ik ervoor zorgen dat ik onmisbaar ben voor een gamer. Ja. En ja, die tijd moet je niet met dit soort shit uh, verdoen. Um, leuk ook nog wel dat Saidja uh, Nadella, uh, dat is de grote baas uh, van Microsoft, die uh, kwam ook nog langs. Uh, verder niet zo heel veel uh, nieuws eruit. Hij zei al één ding: Hij zegt, uh, If it was up to me, I would love to get rid of the entire uh, exclusives on console. But that's not for me to define, especially as low share player in the console market. Dat is wat Microsoft keer op keer verduidt als het gaat om consoles, jongens. We staan echt. Echt, echt stijf onderaan, weet je wel. We hebben die, die, die oorlog hebben we echt verder weg verloren. De uh, dominant player daar, Sony, has divided market competition exc using exclusive. So that's the world we live in. I have no love for that world. Nou, ja, dan zeggen mensen: ja, dat is, is ook hypocriet. Ik weet het niet. Um, dit is ook een beetje Microsoft. Microsoft houdt van open werelden omdat zij. Ja, met hun geld dominant daarin kunnen zijn. Dus zij hebben er alle baat bij. Dat er een soort van open ecosysteem komt. En kijk naar alle diensten die ze hebben. Weet je, ja. als je nou kijkt naar Microsoft Office, dat moet op je Mac. En dat ja. moet op je Windows per se. Dat is overal op je Android telefoon. Dat is de Microsoft filosofie. Dus wat dat betreft, hij heeft gelijk. Uh, ik denk niet dat hij liegt En dat hij gewoon zoiets heeft. Van, ja, zij hebben helemaal geen belang. Bij die exclusiviteit. Nee. zij hebben gewoon zoiets van wij maken de beste console. en we bieden de, de beste gaming infrastructuur, namelijk al die cloud diensten die ze hebben. Ze ja. hebben wat dat betreft prima papieren. En ze hebben ook belang bij dat andere uh, third-party developers en uitgevers hun games uitbrengen op hun op die platform. Dus op die cloud diensten, maar ja. ook op die Xbox en dat soort dingen. En dat is gewoon net een ander model dan bijvoorbeeld uh, uh, PlayStation en Nintendo erop na. Ik denk dat, dat wat, het, wat de kracht van Microsoft nu een beetje is op dit moment dat zij een beetje de good guy aan het spelen zijn. He, ze, en, en dat merk je ook vanuit de industrie, dat dat gewaardeerd wordt. Um, en, nee, maar het is ook echt, als je kijkt naar PlayStation, wat ze gedaan hebben de afgelopen jaar. Kijk naar de, de E3, bijvoorbeeld. In Amerika, de de uh, uh, organisatie die E3 organiseert, mm -hmm. die heeft helemaal op een gegeven moment, toen het slecht ging met die beurs, hebben ze gezegd: luister. De hele industrie die moet bij elkaar komen. We kunnen het alleen maar doen als we met z'n allen samenwerken. En dan hebben we een platform wat groter is dan ja. ieder zijn eigen ding. En wat zegt Sony als eerste? Die steken hun middelvinger op en zeggen: ja. Doei, wij gaan ons eigen ding doen. Dit is hoe Sony bezig is met de industrie en de gamer. Nou ja, Ze doen hun eigen ding. Nee, Prima, maar, is een goed recht. Exact. Maar ga niet lopen janken. Nee. Want dat is het, het hypocriet aan dit hele het, verhaal. Het, het, het grappige is dat feitelijk PlayStation hetzelfde doet als Microsoft. Dat is de macht van het getal. De macht van het getal van Microsoft is op dit moment niet de macht van de install base. Dat getal verliezen. Ze dus hebben de macht van het getal is gewoon de portemonnee, is heel veel geld. Wat zij gewoon doen is van... oké, okay, uh, wil, wil je games voor ons maken... dan betalen we gewoon heel veel geld aan jou... en dan ben je van ons. Kijk naar Activision Blizzard, kijk naar Bethesda. Nou, dat is voor bedrijven op dit moment heel interessant... want het gaat gewoon niet goed. Recessie, uh, geld lenen kan niet allemaal. Dus als een partij zegt... Hey, ik, 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 ik neem je hele fucking token open... dan zeggen heel veel aandeelhouders van... nee, toppie, <laughs> dan krijg ik wat extra knaken ervoor. Het macht van het getal wat Playstation gebruikte... was de macht van het install based. En de manier waarop ze dat gebruikten is door veel partijen als dwingerig ervaren, weet je, je ja. kon niet anders. Microsoft, wat ik al zeg, ze kwamen met, met keiharde deals aan van, hey, dude, dit is wat je doet, en als je het niet doet, gaan wij jouw game niet op de PlayStation doen. En dan wist je als uitgever, als developer, wist je, dan ben ja, dan ik ben fucked, ik baar, ja. dan ben ik klaar. Dus je moest wel. Daar, zolang het goed gaat, zolang je overheersend bent, dan. Heeft niemand een keus en gaat het allemaal wel zo door? Op het moment als je dat dus niet meer hebt en er is een andere partij die een andere macht van het getal, namelijk gewoon, hé, hey, we betalen hier gewoon geld, dan gaat het hele beeld verschuiven. En dat zien ze nu van fuck. Dat we zijn dus blijkbaar mogelijk niet meer dominant. Ik denk dat ze nog steeds dominant zijn, maar blijkbaar mm. denken ze dat ze dat niet meer zijn in de toekomst. Damn, en we staan ook nog eens een keer alleen. Ja. En dat is het angstbeeld van Jim Ryan. En dan krijg je dit soort dingen. En, uh, ja, goed. Uh, de rechter heeft nog een paar weken nodig, zegt ze, om een beslissing te gaan nemen. En um, in principe is het zo dat uh, er zijn geloof ik acht punten, en al die acht punten moet de FTC gelijk op krijgen om de zaak door te, de, uh, hun wil, uh, wil en dat is een uitstel uh, bewerkstellig te krijgen. En Microsoft hoeft er maar bij één van de acht aan te tonen dat het niet klopt, ja. en dan hangt dat, en dan moet, uh, dan komt er heel snel een beslissing. Dus dat Top. gaan we zien. Ik kan niet Goed. wachten. Even kijken, ik heb nog een paar. Uh, kleine dingetjes. Even kijken. Ja, deze vond ik ook leuk. Deze pak ik toch wel eventjes mee. Uh, Cyberpunk, je weet het wel. Uh, ja. de, de, de launch was volkomen kut. En opeens kwam daar een, een, een interview met een, uh, een, een manager en die zei van uh, ja, nee, oké, okay, het was niet helemaal goed, maar het was op een gegeven moment ook wel heel erg tof om ons te haten, weet je wel. En dat hadden we niet verdiend. En dan denk ik van... Ja, ja. ja, nou weet je, ergens misschien als ik er zo over nadenk, misschien heeft hij een punt. Ja, uh, en dat is ook zo. Kijk, Cyberpunk was vooral kut op de consoles. En zeker uh, op dat ogenblik uh, waren er geen PlayStation 5's en Xbox Series X te krijgen. Mm -hmm. uh, weet je, PlayStation 4 en Xbox uh, One, die game liep voor geen ene meter. Um, maar op PC, en ik heb het toen ook op PC gespeeld, was het wel oké. Okay. Ja. En was het zeker een goed verhaal. En er zaten wel wat bugs in. Maar ja oké. Okay. Dus misschien heeft hij wel. Kijk, hun grote fout is dat ze die game überhaupt op de consoles hebben uitgebracht ja. bij de launch. Dat hadden ze niet moeten doen. Um, maar Ik heb ook wel een beetje het idee van ze liggen nu wel weer in een goed vaarwater. Weet je, die game is inderdaad nu best wel tof, ja, die nieuwe En, denk en denk dan dat, hebben ze een beetje babbeltjes weer. Denk, denk je babbeltjes? dat er serieus. Uh, 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 nog veel verkoop is. Weet je. Ik wil, Die game had gewoon GTA-achtige proporties kunnen hebben. En is, <coughs> en is gewoon, um, ja, gewoon redelijk succesvol geweest, maar niet, maar niet wat het had moeten zijn. Oké, okay, uh, deze is ook wel leuk. Ik, ik hou het allemaal even lekker kort. Um, de digitale versie van de E3 van 2021, ik kan hem allemaal bijna niet meer herinneren, zo kut was, die heeft uh, 6 miljoen verlies opgeleverd. 6 fucking miljoen verlies. Het nee, heeft 6 miljoen gekost. Uh, Oké, okay. oh ja, sorry. Ja, nee. En uh, de uh, trade organization does not seem to have made back that in investment. Dus ze hebben er ook, nou goed, ze hebben er geld op verloren. Uh, ja, dit is ook niet, het is geld van de industrie zelf. Dus uh, uiteindelijk, uh, wat interessant is dat er ook staat, dat ze 1,6 miljoen hebben betaald. voor het E3 online platform, dus voor de website. Jezus. 1,6 miljoen. Ik zweer het je, die shit was, het zag er niet uit, man. Ik bedoel. Dat dat, de, sorry, dat had ook 50.000 euro kunnen kosten. En dan was het waarschijnlijk bij een betere partij beter geweest. Ja, het, en dat e 3 van was notoriously buggy and broken. Dus het is gewoon een bedrijf, inderdaad, wat fucking 1,6 miljoen heeft gekregen voor een crappy. Ja, er website. staat ook in totaal heeft de ESA de drie uh, aannemers uh, meer dan 6 miljoen betaald. Ja, en misschien ook nog wel meer. En Impossible, de organisatie. Ja. ja, echt krankzinnig dit. Uh, hopelijk, maar het uh, uh, lijkt wel van overheid. Dit is hoe de overheid werkt. anderhalf ja. miljoen voor een website. Weet je? Ze helemaal gestoord geworden. Nee, Tot slot, uh, even, even naar moraliteit. Dat is altijd een leuke gegeven. Boris, kan dit ja of nee? Je weet wel, die, die duikbankbootramp. Uh, we zagen al trouwens dat in Nederland de Intertoys had. inderdaad, uh, de Logitech uh, controller. die hadden ze nog liggen in de aanbieding. Uh, dit is een duikbootgame en een controller. Uh, uh, met korting. Uh, op het moment. ja, net van die deal. Is dit is dan dit of is dit nee, nou dan? Ja, natuurlijk. Ja, een flauw grapje, maar Wel grappig. Was het ook echt die Logitech.? Uh, ja, ja, het was uh, deze jongen. Ja, 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 ja. Nee, dat is. dat is uh is dat hele ding. Ja, uh, ja goed. Uh, in principe, ik weet het niet. Uh, het lijkt me een beetje een Photoshop ding, eerlijk gezegd. Uh, het, zou, het zou ook nog Maar bij in de Intertoys was het wel zo. Uh, ja, jongens, het is business is business. Hè? Ik bedoel, iedereen had het over die en Die hebben ze ongetwijfeld ja. nog liggen, want wat moet je met die controle? Ja. Uh, dan wil je nu kwijt ook. Goed. Uh, volgende week, nieuwe Piep Show. Ja.